Nijntje in Europa. Dag! Dag! Goede reis, zegt de conducteur op het perron. Nijntje, Nina en Knorretje maken een reis door Europa met de trein. Ze ontdekken dat de mensen in ieder land een andere taal spreken. Goedemorgen, uw kaartjes alstublieft. Nijntje geeft haar kaartje aan de conducteur en zegt: we gaan naar een kasteel. Een groot kasteel, zegt Nina. En ook zij laat haar kaartje zien. Een oud kasteel, zegt Knorretje. Nog veel ouder dan vader en moeder, zegt Nijntje. Vader Pluis lacht. Ja, zelfs ouder dan wij samen. Een poosje later komt er een andere conducteur langs. Bonjour, zegt hij. Goedemorgen, antwoordt Nijn. Nina probeert het in het Frans te zeggen. Bonjour. En Knorretje zegt ook bonjour. Goede reis, zegt de conducteur. Moeder Pluis legt uit dat goedemorgen in elke taal anders klinkt. Goedemorgen is goedemorgen in het Duits. En in het Frans zeg je bonjour, roept Nijntje. En de Italianen zeggen buongiorno, zegt Nina. En ik zeg, we zijn er, lacht vader Pluis. Ze gaan voor het raam staan en zien in de verte een prachtig oud kasteel. Ja, we zijn er, roept Nijntje. Nijntje, Nina en Knorretje rennen naar het kasteel. Moet je die brug zien, zegt Knorretje. Dat is een ophaalbrug, legt Nijntje uit. Die kan je omhoog doen als je niemand binnen wil laten. Als ze de brug oplopen, staan ze voor de kasteeldeuren en ze kijken omhoog. Tot bovenaan de deuren van het kasteel. Oh, zegt Nijntje, dit zijn de grootste deuren die ik ooit heb gezien. Maar hoe komen we binnen? Vraagt Nina. Knorretje ontdekt een klopper. Hiermee kan ik op de deur kloppen, roept ze. Je kan er niet bij, kleine Knorretje, zegt Nina. Maar ik wel, zegt Nijntje. En ze gaat op haar tenen staan. Kijk, fluistert Nijn. De deuren, ze gaan open. Oh! Zullen we naar binnen gaan? Vraagt vader Pluis. Ze rennen onder de poort door naar binnen. In het kasteel staat een bewaker. Kom binnen. Welkom in het kasteel. Speciaal voor onze jonge bezoekers heb ik een cadeautje. En de bewaker geeft ze 3 gouden kronen. Wel, zegt Nijntje. Nu ben ik de koning. Dan ben ik de koningin, zegt Nina. Knorretjes kroon is te groot en glijdt steeds van haar hoofd. Ik wil ook koning of koningin zijn, zegt ze. Er kan maar 1 koning in het kasteel wonen, Knorretje. En ik ben al de koningin. Wat ben ik dan? Vraagt Knorretje. Nijntje en Nina kunnen zo snel niets bedenken. Je kunt ons kind zijn, de prinses, stelt Nina voor. Nee, dat vindt Knorretje geen goed idee. Maar Nijntje en Nina zijn al doorgelopen naar een put midden op het plein. Nijntje roept in de put. Hallo! 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 De put kan praten! Je hoort de echo, legt moeder Pluis uit. Nu mag Nina een keer. Bonjour. 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 Knorretje is niet zo groot als Nijn en Nina. Moeder Pluis helpt haar, zodat ze ook over de rand van de put kan kijken.
Buongiorno. 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 Ze hebben veel plezier. Binnen in het kasteel bezoeken ze de troonzaal. Wat zien ze daar veel mooie dingen? Is alles van goud? Fluistert Nijntje. De koningen en koninginnen zijn vast heel rijk geweest, zegt Nina. Moeder Pluis wijst naar de twee tronen. Hoe oud zijn die? Vraagt Nijntje. Meer dan 100 jaar. Ze zijn net zo oud als het kasteel. Ik denk dat deze troon van de koning is, zegt Nijn. En dan is deze troon van de koningin, zegt Nina. Knorretje kijkt eens goed rond. En de prinses? Had zij geen eigen troon? Knorretje vindt het niet leuk dat er maar 2 tronen zijn. Nijntje staat voor een muur met mooie gekleurde vlaggen. Alle koningen en koninginnen hadden hun eigen vlag. Dan kiezen wij deze. Kijk, Nijntje, een trap, roept Nina. Deze trap gaat omhoog naar de toren, zegt de bewaker. Mogen we naar de toren, moeder Pluis? Dat is goed, maar denk eraan wel bij elkaar blijven. Nijntje, Nina en Knorretje beginnen aan de klim omhoog. Knorretje kan niet zo snel de trap oplopen. En nu verliest ze ook nog haar kroon. Die helemaal naar beneden rolt. Wacht op mij, roept ze. Maar Nijntje en Nina lopen vrolijk verder en vergeten wat moeder Pluis heeft gezegd. Knorretje is nu helemaal alleen op de trap. Ze kijkt rond en ineens ziet ze iets of iemand voor haar staan. Hallo, buongiorno, wie ben jij? Vraagt ze. Knorretje loopt er naartoe. Het is een harnas. Als Nijntje de koning is en Nina de koningin, dan ben ik een ridder met een harnas, roept ze blij. Goedemorgen. Bonjour. Buongiorno. Vader en moeder Pluis kijken omhoog. Welkom in ons kasteel. Moeder Pluis zwaait en roept. Waar is Knorretje? Oh, ik dacht dat ze vlak achter ons liep. We gaan haar meteen zoeken. Vader en moeder Pluis gaan ook zoeken. Vader Pluis vindt Knorretjes kroon helemaal gedeukt. O jee, bromt hij. Ze kunnen Knorretje nergens vinden. Ze is niet boven. Ze is ook niet beneden. Maar we hebben wel haar kroon gevonden. Plotseling horen ze een stem. Goedemorgen. Waar komt die stem vandaan? Bonjour. Ze draaien zich om, maar ze zien alleen een harnas. Buongiorno. Knorretje? Vraagt Nijntje. Nee, niet Knorretje. Ik ben een ridder in een harnas. En Knorretje springt tevoorschijn. Iedereen lacht. Hoera! Je kroon is een beetje gedeukt, Knorretje. Maar met deze veer maken we er een echte helm van voor een dappere ridder. Ziezo. Hoera voor de ridder! De ridder, de koningin en de koning lopen over de trap naar beneden. Door de troonzaal, langs de echoput en over de ophaalbrug het kasteel uit. Dan zitten ze weer in de trein, op weg naar huis. Wat was dit een mooi avontuur! Nijntje in het verre oosten.
Nijntje en Nina zitten in het vliegtuig. Ze zijn op reis naar het verre oosten. Het is een lange vlucht, want ze gaan ver weg van huis. Nijntje vindt het zo spannend dat ze geen trek heeft. En ze bewaart haar mes en vork als souvenir. Dat is een herinnering aan deze reis, zegt Nijntje. En ze stopt het bestek in haar rugzak. Tijdens de lange reis proberen ze origami te leren. Bij origami vouw je papier in allerlei vormen. Nina probeert een gele bloem te vouwen. En Nijntje maakt een rode ster. Ineens voelen ze dat het vliegtuig gaat landen. Ze zijn er bijna. Welkom in het verre oosten, zegt een vriendelijke stewardess als Nijntje en Nina uit het vliegtuig stappen. Oom Vliegenier was de piloot. Hij is al heel vaak in het verre oosten geweest. En hij vertelt hun dat het altijd een avontuur is om kennis te maken met een ander land. Later wandelen Nijntje en Nina met oom Vliegenier door een prachtig park. Ze hebben nog nooit zoveel bloesem gezien. Nijntje vraagt wat voor bomen het zijn. Het lijkt wel alsof er snoepjes aan de bomen groeien, zegt ze. Nina moet lachen. Dit zijn kersenbomen, legt oom uit. Verderop zien ze een grote fontein en ze lopen er naartoe. Maar Nijntje en Nina schrikken een beetje. Het is een draak, zegt Nijntje, met hele enge ogen. Nina vindt de drakenfontein ook eng. Hij kijkt gemeen. Ineens springt er iemand achter de draak vandaan. Waah! Hallo, ik ben Taka, zegt hij. En hij maakt een buiging. Ze moeten een beetje lachen om de buiging. Taka buigt nog een keer. Leuk jullie te ontmoeten. Nu buigt oom Vliegenier ook. En hij legt uit. Bij ons thuis zwaaien we of geven een hand. Maar hier in het verre oosten is het de gewoonte om te buigen. En dus maken Nijntje en Nina ook een buiging. Mijn ouders hebben hier vlakbij een restaurant, zegt Taka. Willen jullie misschien komen eten? Ja, Nijntje heeft nu wel trek. Ze lopen achter Taka aan, door het park, naar een restaurant met gekleurde lichtjes. Op tafel staat eten dat Nijntje en Nina nog nooit eerder hebben geproefd. Ze krijgen rijst en zeewier en een speciale groene thee. Alles is nieuw en anders. Maar voor Taka en zijn familie is dit een gewone maaltijd. En niet alleen het eten is anders. Ze eten ook niet met mes en vork. Ze gebruiken stokjes. Nijntje heeft nog nooit met stokjes gegeten. Ze doet haar best, maar het eten valt er steeds af. Nijntje kijkt eens goed hoe Taka eet en ze doet hem precies na. Ja, nu lukt het wel. Met stokjes eten is leuk. Dat vindt Nina ook, zelfs als het zeewier er vanaf blijft vallen. Ze hebben allemaal veel plezier. Nijntje krijgt een idee. Kijk, Taka. Wij eten thuis met een mes en een vork. Probeer maar. Deze keer heeft Taka het moeilijk. Als hij met mes en vork in één hand wil eten. Ze moeten allemaal lachen. Lachen begrijpt iedereen, zegt oom Vliegenier. In alle landen van de hele wereld.
Na het eten gaan ze spelen in het park. Terwijl oom Vliegenier een wandelingetje maakt, zegt Taka dat hij nog een verrassing heeft. Doe je ogen dicht. Stiekem probeert Nijntje te kijken. Nee, niet gluren. Kun je een aanwijzing geven? Vraagt Nina. Goed, het kan heel hoog de lucht in, zegt Taka. Een stuiterbal, raadt Nina. Taka lacht. Nu mogen jullie kijken, zegt hij. Nee, het was geen stuiterbal. Het is een vlieger. Mooi, hè? Roept Taka trots. Maar Nijntje vindt Taka's vlieger helemaal niet mooi. Hij heeft de kop van een draak. Wat een enge draak, bibbert Nina. Taka snapt het niet. Hij legt uit dat draken niet eng zijn. Ze brengen juist geluk. Nou, Nijntje heeft nog nooit gehoord van draken die geluk brengen. Dan vertelt oom Vliegenier hun opnieuw dat niet overal in de wereld dingen hetzelfde betekenen. Hoe kan een draak nou geluk brengen? Vraagt Nijntje. Hebben jullie dan niet al heel veel geluk gehad sinds jullie in het Verre Oosten zijn? Vraagt oom. Nijntje en Nina denken goed na. Ze herinneren zich het bijzondere en lekkere eten in het restaurant. Gelukkig heb ik nu geen trek meer, zegt Nijn. Ze denken aan het leren eten met stokjes. Dat ging goed, lacht Nina. En ze hebben een nieuw vriendje. Taka. Een geluk. Ja, laten we met de draak gaan vliegeren, juicht Nijntje. Taka gooit de vlieger de lucht in. En daar gaat de vlieger. Steeds hoger en hoger. Hij danst in de lucht. Hij vliegt hoog boven het park. Hij vliegt over de kersenbomen met hun bloesem. Taka, wil je mij leren vliegeren? Vraagt Nijntje. De drakenvlieger duikelt uit de lucht naar beneden en wabbert vlak boven de grond heen en weer. Hallo, zegt Nijn tegen de drakenkop. Nu is ze niet bang meer. Het lijkt wel of de draak een buiging maakt. Nijntje buigt terug. Want dat doe je in het Verre Oosten als je hallo zegt tegen een vriend. En opnieuw vliegt de draak. Omhoog, de lucht in. Geeft de vlieger aan Nijntje. Nijntje vindt het leuk om te doen. Dankjewel, Taka, zegt ze als ze hem de vlieger teruggeeft. Draken brengen inderdaad geluk, want wij zijn nu vriendjes. In het vliegtuig op weg naar huis vouwen Nijntje en Nina kleine draakjes van origamipapier. Je zal zien dat deze draken ons thuis ook geluk brengen, lacht Nijntje. Nijntje in Afrika.
Nijntje en Nina zitten in het vliegtuig. Ze zijn op weg naar Afrika, samen met moeder Pluis. Ze gaan op bezoek bij de familie van Nina. De stewardess komt langs met een cadeautje. Ze mogen allebei 2 armbandjes uitzoeken. Dat is leuk. Wat zijn ze mooi, roept Nijntje. Met zo'n armband kun je laten zien dat je vrienden bent, zegt de stewardess. Dank u wel, zeggen Nijntje en Nina. Wij zijn vrienden voor altijd. Het vliegtuig begint te dalen. En ze voelen of hun gordels goed vastzitten. Ze zijn er bijna. Nina's oom en tante zijn een welkomstdiner aan het voorbereiden als ze in het dorp aankomen. Iedereen is blij elkaar te zien. De laatste keer dat we jou zagen was je nog een baby, zegt tante. En ze knuffelt Nina. Ze moeten allemaal lachen. En dit is je nichtje, zegt oom. Hallo. Ik heet Manu. Gaan jullie mee naar binnen? Manu wil Nijn en Nina graag iets laten zien. Kijk, dit zijn mijn trommels, zegt Manu trots. Later wil ik een beroemde drummer worden. En ze laat horen hoe goed ze al kan drummen. Nina begint mee te dansen op het ritme van de trommels. Hoe sneller Manu drumt, hoe sneller Nina danst. Kom Nijntje, dans ook mee, zegt Nina. Maar Nijntje is een beetje verlegen. Ze durft niet zo goed te dansen. Dan horen ze tante roepen. Bedtijd! Het is een lange reis geweest en ze zijn moe. Morgen gaan we iets bijzonders doen, zegt Manu. Maar het is een geheim. En voor ze er iets aan kan doen, verklapt ze het. We gaan op safari. Ze moeten allemaal lachen. Nee, Manu kan niet zo goed een geheim bewaren. De volgende ochtend, heel vroeg, als de zon net opkomt, pakt Nina's oom de auto in. Iedereen helpt mee. Manu draagt flessen water om te drinken als het later op de dag heet wordt. Nijntje brengt de zonnekleppen als bescherming tegen de felle Afrikaanse zon. En Nina neemt een verrekijker mee, zodat ze de wilde dieren goed kunnen zien tijdens de safari. Dan zijn ze klaar om te vertrekken. Nina's tante en moeder Pluis zwaaien hen uit. Daar gaan ze. De auto rijdt over een grote kale vlakte. Hoe hoger de zon staat, hoe feller hij gaat schijnen. Daarom hebben ze de zonnekleppen opgezet. Het wordt steeds heter. Laten we hier stoppen in de schaduw van de boom, zegt Manu's vader. Zie je dat meertje? Fluistert Manu. Daar komen vaak dieren drinken. Nijntje kijkt door de verrekijker. Kijk, een zebra, roept ze. En ook nog een kleintje. En kijk daar, giraffen. Sst, fluistert Manu. Zachtjes,
anders schrikken ze. De zonneklep van Nijn zakt steeds voor haar ogen. Daarom zet ze hem af en legt hem naast haar op de bank. Het is heerlijk koel in de schaduw van de boom. Dan zien ze iets bewegen in het water. Het is een nijlpaard, zegt Manu. Die zwemmen graag in het koele water. Ze zien ook nog een leeuw die ligt te slapen. Sst, fluistert Manu. Laten we die maar niet wakker maken. Nijntje en Nina hebben dit nog nooit gezien. Thuis zijn ze wel eens naar de dierentuin geweest. Maar hier in Afrika leven de dieren vrij in de natuur. Kijk, een aapje, roept Manu. En ja hoor. Van achter een boom zien ze een aapje naar hun auto kijken. En de aap heeft een zonneklep op. Nijntje kijkt naar de plek waar ze haar zonneklep heeft neergelegd. Maar de plek is leeg. Die aap heeft mijn klep gepakt. Nijntje denkt dat het aapje stiekem naar de auto is geslopen en haar klep heeft gepakt. Geef niet, Nijntje, zegt Manu's vader. Zet mijn klep maar op. Maar nu moeten we terug, want het wordt straks te heet. Ze zwaaien als afscheid nog even naar alle dieren. S'avonds ontmoeten ze een vriend van Manu. Hij kan ook goed drummen. Manu doet mee en samen trommelen ze erop los. Er staat een grote volle maan aan de hemel. En de sterren twinkelen als diamanten. Nijntje en Nina krijgen van Manu een eigen trommel. Nijntje heeft nog nooit op een trommel gespeeld. Maar als iedereen haar aanmoedigt, begint ze toch te trommelen. Eerst slaat ze zachtjes en voorzichtig. Maar al gauw krijgt Nijntje er plezier in. De vier vriendjes spelen nu samen. Het is muziek, maar het lijkt wel alsof ze met elkaar praten. Iedereen danst of slaat op een trommel. Tante houdt van dansen. Zelfs moeder Pluis danst vrolijk mee. En Manu? Die is niet alleen dol op drummen, maar dansen vindt ze net zo leuk. En dansen, dat kan ze. Ook al is ze de jongste, ze is een van de beste dansers. En deze keer is Nijntje niet verlegen. Ze danst en danst en danst. Ze dansen net zo lang door tot ze niet meer kunnen. Dan heeft Manu nog een verrassing voor Nijntje en Nina. Deze trommels zijn voor jullie. Dank je wel, zeggen Nijntje en Nina. En ze geven Manu allebei een van de armbanden die ze in het vliegtuig hebben gekregen. Deze armbanden dragen we omdat wij vrienden van elkaar zijn, zegt Nina. En omdat jij ons nieuwe vriendje bent, krijg jij ook een armband, lacht Nijntje. Manu is zo blij met het cadeautje dat ze niet weet wat ze moet zeggen. Ze doet de armbandjes om en belooft ze nooit meer af te doen. Waarschijnlijk heeft Manu de armbandjes nog steeds om. Want vrienden ben je voor altijd. In het vliegtuig kijken Nijntje en Nina naar hun trommels. Elke keer dat ik trommel, zal ik aan Manu denken, lacht Nijntje. Ik ook, zegt Nina. Nijntje op de Noordpool. Nijntje is op reis.
Samen met Boris, Barbara en Snuffy vaart ze op een boot. Ze zijn op weg naar de Noordpool. Snuffy kan niet stilzitten van de spanning. Ze rent van de ene kant naar de andere kant van de boot. We zijn er bijna, roept Boris. Hoera! Op de Noordpool woont familie van Boris en Barbara. En Nijntje en Snuffy mogen mee op bezoek. Boris laat Nijntje door zijn telescoop kijken. Oh, wat ligt er hier veel sneeuw en ijs. Thuis sneeuwt het wel eens, zegt Nijntje. Maar ik denk dat het op de Noordpool heel vaak sneeuwt. Nijntje lacht. Ja, Snuffy, we zijn er bijna. Boris stuurt de boot voorzichtig langs de ijsbergen en vaart heel rustig de haven in. Terwijl Boris de boot vastlegt, kijkt Barbara hoe Nijntje haar eerste stapjes op de Noordpool zet. Nou ja, probeer te zetten. Door sneeuw en ijs is de grond erg glad. Dus Nijntje kan maar moeilijk blijven staan. Snuffy heeft geen last van het ijs. Ze glijdt om Nijntje heen en rent weg. Snuffy, roept Nijntje, wacht op mij. Langzaam wendt Nijntje aan het gladde ijs. Ze kijkt om zich heen op zoek naar Snuffy. Maar ze ziet Snuffy nergens. Ze kijkt naar de ene kant en dan naar de andere kant. De hele wereld om haar heen is wit. Brrr, Nijntje rilt. Thuis is het ook wel eens koud, zegt ze. Maar nooit zo koud. Gelukkig, Snuffy, daar ben je, lacht Nijn. En je hebt een nieuw vriendje gevonden. Ineens komt er van achter een sneeuwberg een hoofd tevoorschijn. Hallo, zegt Nijntje. Ik ben Umik, zegt de jongen. En dat is mijn hond Husky. Nijntje en Umik moeten lachen. Ik ben het neefje van Boris en Barbara. En ik ben Nijntje. Ga je mee? Vraagt Umik. Dan laat ik je alles zien. Tot straks, Nijntje, roept Barbara. Veel plezier. Een hele tijd spelen ze samen in de sneeuw. Net als Snuffy en Husky. Nijntje en Umik maken een mooie sneeuwpop. En ze lopen helemaal tot aan de rand van het ijs. Dit is mijn slee, zegt Umik. Vind je hem mooi? Nijntje knikt. In de verte ziet ze iets wits uit de zee steken. Is dat een ijsberg? Vraagt ze.
Dat is alleen maar het topje van de ijsberg, legt Umek uit. De rest zit onder water. Ineens spuit er uit de zee een straal waterdruppels omhoog. Oh, zag je dat? Roept Nijntje. Dat is een walvis, zegt Umek. De neus van de walvis zit bovenop zijn hoofd. Dus als hij uitademt, blaast hij warme lucht recht omhoog. En kijk, ook nog een babywalvis. Terwijl ze naar de walvissen staan te kijken, bedenkt Umek dat hij al lang thuis had moeten zijn. Ik mag niet te laat thuiskomen van mijn moeder. Stap in, Nijntje. Husky trekt de slee van Umek over de sneeuw. En Snuffy rent er vrolijk naast. Umeks moeder staat al te wachten samen met Boris en Barbara. Iedereen is blij om elkaar weer te zien. Bij ons thuis geven we elkaar een hand, zegt Nijntje. Maar jullie wrijven jullie neuzen tegen elkaar aan. Grappig gevoel, ik vind het wel leuk. Nijntje kijkt naar het huis van Umek. Is het van ijs gemaakt? Vraagt ze verbaasd. Jazeker, dat is nou een iglo, zegt Umek trots. Kom maar mee, binnen is het lekker warm. Warm? Denkt Nijn. Hoe kan het nou warm zijn? In een huis van ijs. Maar het is echt lekker warm in de iglo. Ze hebben een cadeautje meegenomen. Nijntje geeft het aan de moeder van Umek. Het is een mooie gele bloem in een pot. Geel is mijn lievelingskleur, zegt Umeks moeder. Het is de kleur van de zon. Dank je wel. En ze knuffelt Nijntje. Thuis planten we deze bloemen in de tuin, zegt Nijn. Ik kan dat wel voor jullie doen. Buiten proberen Nijn en Umek een gat te graven. Eerst proberen ze het met hun handen. Maar de grond is te hard. Dan proberen ze het met een schep. Maar ook dat lukt niet. Zelfs Snuffy kan in de bevroren grond van de Noordpool geen kuil graven. Als Umeks moeder vraagt of ze warme chocolademelk komen drinken, nemen ze de bloem weer mee naar binnen. De zon gaat onder en het begint te sneeuwen. Binnen is het warm en gezellig. Ze genieten allemaal van de beker heerlijk warme chocolademelk. Nijntje kijkt naar de gele bloem en ze denkt aan haar tuin thuis. Ze ziet Umeks kleurpotloden op tafel liggen en krijgt een idee. Als bloemenplanten buiten niet lukt, kunnen we het misschien wel binnen proberen. De hele avond tekenen en kleuren ze vrolijk samen. Umeks moeder tekent een gele bloem. Zelfs Boris doet mee. Hij kleurt zijn bloem rood. Hoe meer het buiten sneeuwt, hoe meer bloemen ze binnen tekenen. En als ze klaar zijn, hangen ze alle tekeningen aan de muur van de iglo. Nu hebben wij ook een tuin, roept Umek blij. De eerste bloementuin op de Noordpool, juicht Nijntje. Als het tijd is om afscheid te nemen, wrijven Nijntje en Umek lachend weer met hun neuzen tegen elkaar. Zelfs Snuffy en Husky doen de neus goed. Bedankt voor je bloemen, Nijntje. Ik heb ook een cadeautje voor jou gemaakt. Een souvenir. Het is een tekening van de iglo, de slee en de walvis. Wat mooi, Umek. Dank je wel. Die hang ik boven mijn bed, zodat ik altijd onthoud dat ik ook een vriendje heb op de Noordpool. Al gauw zijn ze een eind op zee. Nijntje weet zeker dat ze deze reis naar de Noordpool nooit meer zal vergeten.